Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 19 juni. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Was even zo mijn gedoe, want ik pakte een lippenstift en er was er eentje van zijn dopje vanaf. Die was een beetje vies geworden, dus moest ik eerst weer even allemaal schoonmaken. Dus ik ben blij wat dat betreft. Als alles weer gebruikt is, dan is alles weer straks gewoon in de stash. Of in mijn la, zeg maar. Ik heb gisteravond, ik weet er alles van, gekeken en daarna een aflevering van Steenrijk, Straatarm. Dat was op zich wel leuk. En ja, dat was even weer interessant. Toen heb ik daarna even een spelletje gedaan en een vlog afgemaakt. Dus die staat helemaal klaar. Dus die hoef ik alleen nog te uploaden vanavond. Ik heb mijn foto's bewerkt, dat is eigenlijk ook allemaal wel gelukt. En toen ben ik een aflevering gaan kijken van mijn Netflix-serie. Vanavond de allerlaatste. Dat was wel heel spannend. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eindigt. En daarna nog zie je zij. En dat was ook echt super spannend. Dus daarna ben ik lekker naar bed gegaan. Ben ik met een nieuw boek begonnen. Altijd wel weer leuk. Ik heb al 45% gelezen. Dat ging echt heel snel. Dus daar heb ik ook weer van genoten. Ik heb zo wat nieuwe make-up van Catrice die ik ga laten zien aan jullie. Die heb ik binnengekregen. En ik heb een kaartje gemaakt voor Nathalie. Omdat zij morgen jarig is. Ik heb hem inmiddels al wel opgestuurd, maar ik ga jullie meenemen in het proces van het maken van het kaartje. Want ik weet dat sommigen van jullie dat ook leuk vinden om te zien. Dus dat ga ik jullie laten zien, wat voor kaartje ik heb gemaakt. Maar ik zal eerst even het pakketje laten zien en dan ga ik daarna hier gewoon eventjes lekker aan de schoonmaken. En ik denk nog even naar boven om wat te doen. Dus dat is voor nu even de planning. Het pakketje van de Boozy Shop. Ik ga heel even die kat weghalen, want zij gaat weer likken aan die ding. En dat vind ik gewoon heel irritant. Dat hoor je steeds. Doe tijger. Op. Maar het had bij de vorige vlog ook. Dus zit ze elke keer ook zo aan te likken. En dat hoor je zo erg. Het is zo verschrikkelijk. Ik heb, even kijken. Volgens mij zit er een, hoe heet het bij? Nou, zullen we dat even niet doen, vriend? Oh, een klein serumpje. Wel leuk. Proefmonstertje. Nou ja, gewoon weer zo'n zakje met een bedankkaartje en zo. Het is eigenlijk gewoon allemaal standaard. Ik kreeg een gratis haarklip. Een zwarte bloem. Die vond ik wel mooi. Ik heb zelf al een roze. Het zijn hele fijne clipjes. Maar er is dus weer een nieuwe limited editie en dat is de collectie. Tijger, hou even op alsjeblieft. Summer Obsessed. En dan heb ik hier allereerst zo'n haar elastiek. Je kan hem trouwens wassen. Doe eens even niet. Het is een multi-use crunchy. Er zitten dus van die dingetjes aan, dan kun je hem ook strikken. Deze heeft de naam C01 Sweet Bud Sessie gekregen. Dus die is super leuk. Dan eventjes dit. Oh, dit is echt irritant. Zij is zo vervelend. Maar ja, nu ga ik kraken en dat vindt ze natuurlijk ook leuk. Want ja, alles wat geluid maakt is op zich natuurlijk leuk voor dieren. Althans wel voor mijn katten. Dan heb ik hier allereerst twee nagellakkleurtjes. Ik heb hier een blauwe kleur wat ik heel tof vind. Dit is de See You Soon, de C01. En een roze-paars kleurtje. Hij oogt meer paars. Ik vond op het persbericht meer roze eruit zien. Dit is de C02 Catching Sunsets. Dat is die. Dan heb ik ook drie kleuren gekocht van de Bronzing Cushion Stick. Dat is deze. Dit is de C02 Sun of Myconos. Dan heb ik ook een hele donkere variant. Dat is deze. Dit is dan de C03 Sun of Santorini. En een wat lichtere kleur. Het zijn dus van die cushion sticks. Ik zal even een plaatje in beeld nu zetten hoe dat eruit ziet. Want dat is dus gewoon zo'n stick aan de bovenkant, zeg maar. Dan hoef ik nu nog niet alles open te maken, omdat ik hier nog een video van op wil nemen. Dus dit is C01 Sun of Rhodes. Dan heb ik drie verzorgende lipolies. Ik heb hier een gele kleur. Dit is de C02 Lemon Spritz. Dus ik weet niet of ze ook echt nog een geur hebben, maar dat ga ik wel zien. Wel een hele mooie onderkant. Best wel luxe. Het is zilverkleurig. Zal ik ook even een plaatje van mijn beeld neerzetten. Dit is de C03
Dersimi Aperole. Het is wel echt een zomercollectie. Ook wel heel leuk. En dan hebben we deze. En dit is de Seno 1 Wildberry Lilet. Dus dat is die. En dan heb ik hier het hele prachtige Chloe Face Paletten. Heel mooi ziet hij eruit. Seno 1 Season Glow. Seaside Glow. Seaside Glow moet ik het wel goed zeggen. En dan doe je deze eraf. En dan is dit het paletten. Oh, wil dat open? Nee, dat wil dus nog niet open. Zal ik wel even een plaatje van die beeld nu zetten, want ik krijg hem dus zo niet open. Want hij zit nog helemaal dicht geseald. Ik moet even kijken hoe ik dat een beetje op een normale manier open kan krijgen. Maar dit is in ieder geval dat paletten. Maar ik zal dus even een plaatje in beeld neerzetten. Ik vind het in ieder geval heel erg fijn. Er zit geen spiegel in, want er staat dus achterop op. Missing a mirror, you don't need one, you look pretty anyway. By using paper and leaving out the mirror, we save risk users. Dus als ze er geen spiegel in doen, kun je het ook makkelijker recyclen, blijkbaar. Er zit dus een bronzer in. En, nee, is het alleen bronzer? Nummer 1 bronzer, nummer 2 blush en nummer 3 melange. Dus, nou, dat is dit palette. Ik vind het weer een leuke collectie. Goed, ik ga eventjes opruimen en dan ga ik jullie laten zien hoe ik een kaartje heb gemaakt. Ik heb even een kaartje gepakt. Natalie is bijna ja, dus ik ga even een kaartje maken en dan ga ik jullie gezellig in meenemen.
Dit is het kaartje voor Nathalie geworden. Hij is misschien niet super spectaculair. Het is een beetje simpel. Maar ik heb dus de achtergrond gebruikt van het setje van de trekpleister die ik had gekocht. En daar heb ik gewoon wat stempels bij gebruikt. Ik zie alleen dat hier en daar niet alles helemaal goed vast zit. Dus ik ga even wat lijm ertussen doen. En ik heb dus ook dat lijmkwastje gebruikt die ik bij Temu had besteld. En dat werkt echt super goed. En dan is dit de binnenkant. Maar hier laat je ook een klein beetje los. Ik ga even nog wat lijm ertussen doen en dan kan die straks op de brievenbus. Zo, het huis is weer helemaal schoon. Alleen schijnt inmiddels de zon en zie ik overal het stof weer dwarrelen. En dat vind ik altijd een beetje het nadeel van de... Als je net hebt schoongemaakt, dat je gelijk het stof weer ziet. Maar alles is voor nu weer lekker schoon. Ik vind het ook heel fijn dat ik nu goed langs de krabbaal kan zuigen, omdat dus die wifi-box opgehangen is. Maar ik ben verder wel weer tevreden. Katten hebben net ook lekker eten gehad. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. Ik ben boven nog wel even bezig geweest, maar niet zo heel erg lang. Toen was ik mijn telefoon weer kwijt. Toen moest ik eerst mijn telefoon weer zoeken via Zoek Mijn Phone. Die lag weer ergens tussen de spullen. Dus dat... dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon het perfecte plaatje wat ik ga kijken. En ik ga sowieso nog even een spelletje doen. En uiteraard kijk ik weet er alles van. Dan ga ik mijn blogpost schrijven en even de thumbnail in elkaar zetten. En mijn vlog uploaden en even verder met het persbericht van Essence. Laatste aflevering van mijn Netflix serie kijken waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Dan ga ik daarna nog even CSI kijken. En dan ga ik lekker verder mijn boek lezen. Want daar heb ik zin in. Want het is zo'n leuk boek. Ze komen daar heel erg op verheugen om dat weer verder te gaan lezen. Ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 20 juni. Ik ben klaargemaakt. En vandaag is Nathalie jarig. Dus nogmaals gefeliciteerd. Ik had al een kaartje gestuurd. En ik heb al geprobeerd te bellen. En ik had er ook al wel geappt en zo. Ze nam de telefoon niet op. Ik denk dat ze even druk was. Voor mij wordt het nu ook wat lastiger om straks weer te bellen. Want ik moet straks ook de deur weer uit. En op donderdag is altijd een beetje hectisch. En wat ik al vaker heb verteld. Vaak naar de boodschappen ben ik ook een beetje leeg en energieloos. Dus moet even kijken. Misschien dat ik er nog spreek. En anders zien we elkaar gewoon zaterdag. Ik heb gisteravond gekeken naar Ik Weet Er Alles Van. En daarna het perfecte plaatje. Dat is wel weer leuk. Ik heb nog even een spelletje gedaan en toen heb ik mijn blogpost geschreven, persbericht ingepland. Dus ik was eigenlijk best wel lekker bezig. En toen ben ik daarna mijn Netflix serie af gaan kijken nadat ik de vlog had ingepland en de thumbnail had gemaakt. En ik vond het einde wel echt heel bijzonder. De laatste aflevering vond ik heftig, maar ik had ergens ook wel een beetje tranen in mijn ogen. Want het loopt zo anders dan dat ik in eerste instantie dacht. Maar het was echt wel een hele mooie serie. Ik kan hem zeker aanraden. Alleen je moet houden van het Spaanse. Want volgens mij is het Spaans. Maar ik haal het ook nog wel eens door elkaar. En als dat je genre niet is of dat je eraan irriteert, kan ik me ook voorstellen dat je dat liever skipt. Maar ik vond het op zich wel echt heel mooi. En vooral die laatste uitzending, omdat die toch anders liep dan ik had. Ja, ik weet niet wat ik voor verwachtingen erbij had. Maar deze had ik niet helemaal aanzien komen. Daarna nog even CSI gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan, mijn boek gelezen. Toen ben ik lekker gaan slapen. Ik ga hier nog even stofzuigen en wat laatste dingen doen. Dan is mijn coach straks. En dan neem ik jullie straks gewoon weer even mee met boodschappen doen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus dan zie ik jullie sowieso gewoon weer als ik weer thuis ben. Dus dan is dat het eigenlijk even voor nu. Oorbelletjes bij. Ik heb er twee bij. Ik mag er niet aan zitten eigenlijk nu nog. Ik heb er dus twee bij. Dat is echt zo leuk. Ik ben er blij mee. Even niet doen, tijger. Ik zal even
boodschapjes laten zien. Ik was ook even bij de welkom geweest. En daar heb ik kattengrit gehad. En ook even van dat bekende in de bak. De katten gaan daar heel goed op. Probeer even tijger weg te doen. Dan hoor je steeds dat likgeluid. Ik ga dinsdag even bij mijn oma op bezoek. Daar heb ik eventjes een bad gel voor gehaald. Dan hebben we weer een glasreiniger. Die maakt ons bijna op. Die doen tijgertje. Kom maar even eraf. Want dit is echt heel irritant voor je kijk. Nee, maar mensen vinden dat vervelend. Dan heb ik even gewoon keukenzout. Want ik heb eigenlijk nu alleen maar dat zeezout. En mijn moeder zegt gewoon keukenzout is ook wel een beetje goed voor je. Voornamelijk lekker kipfilet. Slaafdrink. Ik wilde eigenlijk een klein pakje hebben omdat ik in zijn begin, maar dat was allemaal uitverkocht. Frikandellen. Dan heb ik kattenvoer. Een cadeautje voor Nathalie nog. Ik heb deze brooddoos van de Tompoes gedaan. Zij is helemaal van de Tompoesen, dus ja, prima. Ik heb mijn vader nog een zakje drop van de dag. Even kijken. Nog een cadeaukaart voor een bol. Dan heb ik nog dit grappige jurkje gekocht. Als €4,90 bij de Terstel. Voor het EK. Want ik heb eigenlijk nog even. Dat vind ik wel leuk. Dan kan ik die nog even wassen. Spinazie gekocht. Dat. Voor mijn moeder. Deze die wilde ik ook zo'n bos zetten. Zij zegt, ik vind het zo vervelend dat er geen klepje meer op zit. Sorry jongens, die kan er even niks in. Ik krijg dat je blijft wegduwen. Ik blijf hem wegduwen. Dus het wordt meteen lekker een grote schnitzel. Die was ook nog een aanbieding. Spekjes. Chocomel. Even een kaartje voor oma, want die geef ik even aan mijn moeder mee zaterdag. Dus ik had geen tijd meer om zelf eten te maken, want zij is 4 juli jarig. Dan heb ik koekjes. En broodjes. En twee keer de oma's patat. Die was een aanbieding. Ik ga dit eventjes allemaal opruimen. Dan ga ik even lekker douchen. En dan ga ik zo even lekker de bank op. Ik ben nu wel moe. Het is, was allemaal weer even intens. Veel mensen ook aan het gillen buiten. En prikkels. En nou, dat allemaal. Ga ik vanavond lekker weer. Ik weet er alles van. Kijken in het jachtseizoen. Nog even lekker een spelletje doen. Ik laat morgen ook nog... Ik denk dat het zaterdag wordt. Ik laat nog even een andere cadeautje zien hoor, die ik voor Nathalie heb. Want ik heb nog meer, maar dit is het gewoon eventjes voor nu. En dan ga ik een nieuwe Netflix-serie moet ik nog uitzoeken natuurlijk. Ik moet mijn foto's nog even bewerken. En dan ga ik lekker CSI kijken en dan ga ik lekker naar bed. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik ben in ieder geval heel blij met mijn oorbellen. Straks even goed weer. Nee, vanaf morgen mag ik weer spray of spul erop doen. Dus ik wilde dat heel lang, twee gaatjes er nog bij. Dus dat heb ik nu ook. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik viel ook echt reuze mee. Ik dacht echt, oh, het zal wel heel zeer doen, maar het viel echt reuze mee. Dus ik ben er echt heel blij mee. Goed, ik ga dat eventjes doen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 21 juni. Ik ben klaargemaakt en ik heb mijn oranje vest aan, want vanavond speelt Nederland. En aangezien het toch een bewolkte dag is en het regent, dacht ik, ik kan nog wel een vest aan. Volgende week schijnt het warmer te worden, maar ja, ik vind het allemaal een beetje abracadabra. En ja, ik vond het gewoon niet heel erg warm. En het is vandaag wel zomer, maar ja. Ik ben gebeld door het ziekenhuis. Ik zou eigenlijk om 4:30 gebeld worden, maar ze belden vanochtend al. Ik werd er wakker van. Ik heb achterop mijn telefoon, hier zo, zit een lampje. En die heb ik aanstaan. En dat heb ik dus zo ingesteld. Die gaat knipperen. Dus eigenlijk knippert die op het ritme van mijn ringtoon. En ik heb mijn telefoon met het scherm naar beneden liggen. Dus ik werd wakker van het licht wat heen en weer ging. Dus ik dacht, oh, ik word gebeld. Dat was het ziekenhuis al voor de uitslag. De uitslag. De cellen waren toch meer afwijkend dan dat de arts had gedacht. Want de arts die dacht dat ik een zin 1 of zin 2 zou hebben. Het is nu toch een zin 3 geworden. Het goede nieuws is, de cellen zijn niet kwaadaardig. Dus dat is het goede nieuws. Maar er is wel een behandeling nodig. Ik heb toen een blaadje meegekregen. Bij zin 2 had ik keuze uit twee behandelingsmogelijkheden. De een die was een dissectie. Dissectie. Ik spreek het volgens mij steeds verkeerd uit, maar dat zijn allemaal van die lastige termen. Ze halen dan een reepje van de baarmoeder af met die cellen onder lokale verdoving.
En de tweede keuze, dat was een crème. Dat is een crème die moet je 16 weken lang, 3 keer per week inbrengen. Dat komt ook heel nauwgezet, want dat moet ook vrij diep erin, zeg maar. Want dat moet bij de baarmoeder komen. De bijwerkingen waren dat je er ook wel grieperig van kon worden. Dus elke keer de dag dat je het inbracht, konden die verschijnselen weer optreden. Nou is dat niet gezegd dat het bij iedereen gebeurt. Maar ik dacht, ja, als dat ook weer gebeurt, dan ben je straks 16 weken lang ziek. Goed. Ik dacht, ik ga daar eerst even wat informatie over opzoeken. Want ik ken niemand in mijn omgeving die überhaupt met dit hele traject in aanraking is geweest. Dus ja, ik ken daar gewoon verder niemand in. Dus ik had wat informatie opgezocht over die crème. En er was inderdaad een forum. Er waren wat vrouwen die hadden die crème geprobeerd. En één vrouw die zei ook, ik zou het zeker niet aanraden. Want het brandde bij haar ook heel erg nadat ze het ingebracht had. Als het iets op de huid terecht zou komen, zou je dus allemaal korstjes krijgen, wat dus ook weer super zeer doet. En zij had ook heel veel last van bloedverlies, het was haar heel slecht bevallen en uiteindelijk had het bij haar niet eens geholpen en het was erger geworden, zeg maar. Wat die crème niks had gedaan, was het erger geworden. Dus haar pap was hoger geworden en uiteindelijk moest ze dan alsnog een lissectie. Dat was het ook, als die crème niks doet moet je uiteindelijk alsnog een lissectie. Dus toen had ik al zoiets van, voor 60% bij vrouwen werkte die crème. Toen dacht ik van, ja, ik vond het eerst nog wel lastig, maar toen dacht ik toch, nou dan kan ik beter toch gaan voor die lissectie bij een zin 2, mocht dat nodig zijn. Want dan is het gewoon weg en dan kan het ook niet intussen tijd weer nog erger gaan worden. Maar goed, nu heb ik zin 3 en daar had ik eigenlijk al geen keuze meer in. Dat is gewoon standaard een lissectie. Dus ik wacht nu totdat ik gebeld word. Dat kon vandaag zijn, maar ook na het weekend. Dan word ik dus gebeld om een afspraak te maken. Ja, het goede nieuws is dus wel kwaadaardig, maar ik zie er wel onwijs tegenop tegen die lissectie. Want het moet onder lokale verdoving en dat vind ik gewoon allemaal heel spannend. Maar goed, eerst maar eens al wachten wanneer ze een afspraak gaan inplannen. Dus dat was eigenlijk alweer bekend. Gisteravond heb ik gewoon, ik weet er alles van gekeken. Toen had Natrie nog even gebeld, want die had ik gisteren geprobeerd te bellen. Maar ze had toen op dat moment ook heel druk, omdat ze natuurlijk jarig was. Nou, even gesproken, toen hebben we nog even een spelletje gedaan met z'n drieën. En toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ik heb dus geen jachtseizoen gekeken. Dat heb ik even opgenomen. Dat ga ik zondag even kijken. Want Code van Koppen zijn nu herhalingen. En deze ken ik toevallig al. Komt er nou een herhaling voorbij die ik zelf nog niet heb gezien, wil ik hem zeker kijken. Maar deze ken ik al. Dus die hoef ik niet te zien. Dan kijk ik dat zondag gewoon even terug. Toen ben ik met een nieuwe Netflix-serie begonnen. En dat moet ik eventjes opzoeken. Want dat heeft natuurlijk weer zo'n ingewikkelde naam. Ik zal ook eens een keer een serie kiezen. Goed gaat. La Vita Chevolevi of zo. Ik zal het vast verkeerd uitspreken, maar daar ben ik mee begonnen. Dat is ook weer een miniserie. De eerste aflevering was best spannend. En daarna heb ik nog even CSI gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik wel even mijn boek gelezen, maar ik was ook wel heel erg moe. Slapen ging trouwens wel heel goed, want ik vond het een beetje spannend. Van hoe kan ik nu wel goed slapen, omdat die oren gevoelig zijn. Ik voel ze nog steeds, maar ik heb ze nu dus ook ingesmeerd met het verzorgingsmateriaal. Dus ik ga ervan uit dat de genezing dan begint en hoop dat alles goed gaat. Ik ben er nog steeds zo blij mee met mijn 2 gaatjes erbij. Ik vind het nog steeds zo leuk. Ja, helemaal blij mee. Goed, ik ga zo even wat spullen naar beneden halen. Ik ga zo even lekker de slaapkamer doen, dus muziekje aan. Ik hou de telefoon natuurlijk ook in de gaten. Mocht er nog een update komen over een afspraak, dan horen jullie dat later ook nog. Maar wat ik zeg, ik ga ervan uit dat het na het weekend wordt. Dus ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. Dus tijd om eens even wat te gaan doen. Thank you.
Zo, ik ben weer klaar. Ik had het toch wel een beetje warm gekregen. Maar het is allemaal wel weer gelukt. Het allemaal werd wel iets later. Maar uiteindelijk is het wel allemaal gelukt. Dus dat is wel fijn. Want we hebben net ook lekker gegeten. Alleen mijn armbandjes afgeknapt. Die van Zinzi, die had ik altijd om deze arm. En ja, die was ineens los. En dat is dus afgebroken. Dus die moet ik eventjes laten repareren. Maar dat vind ik altijd zo zonde. Daar baal ik altijd van. Omdat hier eigenlijk niet echt een goede juwelier zit die dat kan doen. Dus dat is een beetje jammer. Dus dan moet ik eventjes kijken hoe ik dat ga oplossen. Dus dat is wel weer eventjes een beetje een tegenvaller. Verder is alles wel lekker klaar. Ik heb ook alle spullen naar beneden gehaald voor morgen. Ik moet alleen nog even de cadeautjes inpakken. En dan komt dat ook allemaal wel weer goed. En dan is dat allemaal wel weer klaar. Maar ik ben wel blij dat ik klaar ben. Het ziekenhuis heeft trouwens niet meer gebeld. Dus ik verwacht nu dat ze na het weekend zullen bellen voor een afspraak. Dat het vandaag niet meer gelukt is. Ik ga nu in ieder geval zo eventjes lekker relaxen. Dan straks lekker douchen en eten. Dan kijk ik natuurlijk, je weet er alles van. Dan zorg ik even dat alle cadeautjes ingepakt worden. En dan ga ik natuurlijk Nederland kijken tegen Frankrijk. Ik heb zelf voorspeld dat het gelijk spel wordt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat uitpakken. Dus dat gaan we zien. Dan ga ik mijn video in elkaar zetten. Ik denk nog wel even een spelletje doen en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik lekker verder met mijn Netflix serie. En daarna weer met Scott en Bailey. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. En dan morgen weer een beetje op tijd op. Want dan word ik weer opgehaald om gezellig naar de verjaardag van Nathalie te gaan. Goed. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Want ik ben een beetje moe. Dus ik zou bij deze in ieder geval dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 22 juni. Ik ga mezelf even klaarmaken. Want ik ga straks de deur uit. Want vandaag verder de verjaardag van Nathalie. Dus daar ga ik straks weer gezellig heen. Ik heb heel erg last van mijn ogen. Ik ga even een beetje spul erin doen voor de hooikoorts. Ja. Het is verschrikkelijk momenteel. Ook vooral om mijn ogen doet het heel zeer. Nou, gisteravond. Ik heb gekeken naar Nederland. En dat viel me best wel mee. Ik had zelf gezegd van nou, ik had 2-2 verwacht. Uiteindelijk is het 0-0 geworden. Oranje was ook echt niet slechter tegen Frankrijk. Mbappé deed dan niet mee, maar ja, je hebt nog wel die de Griezmann, die is ook best wel goed. Maar Nederland had op een gegeven moment dat Nederland gescoord, maar dat was buitenspel helaas. Dus ja, dat was een beetje jammer. Dat werd natuurlijk niet goedgekeurd. Dus toen is het 0-0 gebleven. En dat is prima. Het is wel de bedoeling dat we nu dinsdag winnen. Dan zijn we geloof ik weer een ronde. Dan gaan we geloof ik een ronde verder. Maar nou ja, goed. Dan is Oostenrijk dus ook best wel moeilijk. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik daarna mijn video in elkaar gezet. En heb ik mijn blogpost geschreven. Dat was allemaal ook wel weer prima. En daarna ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En het nieuwe seizoen van Scott en Bailey. Althans nieuw, voor mij nieuw, want ik heb het nog nooit gezien. De serie is een beetje oud. Ik heb net mijn schoen ingespreid, dus ik heb het idee dat het spul een beetje aan mijn vingers zit. En ik heb mijn nagels nog even gedaan. Ik heb ze groen gemaakt, want ik heb een groen jurkje aan. Dus ik dacht, oh, dat is wel leuk. Dat combineert dan weer leuk. Dat was eigenlijk allemaal verder prima. Ik zal zo nog even mijn outfit laten zien die ik aan heb. Want dat is een jurkje en die vond ik overweer tussen alles, alle gevouwen kleren. Ik hoop morgen nog even verder te gaan boven. Maar ja, nu wordt het de aankomende dagen, schijnt het weer wat warmer te worden. Dus dat is allemaal een beetje lastig. Dus maar verder eigenlijk allemaal prima. De cadeautjes zijn ingepakt. Dat laat ik jullie zo eerst nog even zien. Dan neem ik jullie daarna mee naar de verjaardag. Dan laat ik ook even alles zien wat ik had gekocht. Want ik had nog wat andere dingetjes die ik nog niet allemaal had laten zien. Dus, maar dat komt ook allemaal wel weer goed. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. Laat ik jullie zo nog even mijn outfitje zien. En dan neem ik jullie straks gezellig mee naar de verjaardag.
En mijn outfit. Ik heb deze groene jurk aan. Ik vind alleen dat hij hier een beetje... Ik moet hem hier eigenlijk even net iets strakker strikken. Dus die. En dan heb ik die nieuwe loafers aan. Ik heb ze nu met panty sokjes aan. Want het zit net iets beter. Maar ik vind ze wel heel leuk staan hieronder. Dus ja, goede outfit zo. Dus klaar om te gaan. En dan komen ze zo. Ik laat even de cadeautjes zien die ik in moet pakken. Ik heb voor Nathalie dus een sleutelhandje gekocht van een kat. En het kattenmasker die had ze gevraagd trouwens. Nou, de brooddoos van de Tom Poes. En deze charm voor aan de telefoon van Essence. Ik dacht, dan doe ik die hier gewoon bij. Voor Yara heb ik deze box voor op haar kamer. Die kreeg nog een cadeautje voor het nieuwe huis. Dus voor een nieuwe kamer heb ik die gekocht. Nee, trouwens, deze is voor lente. Dit is Minnie Mouse. Minnie Mouse is voor lente. En Yara krijgt Mickey Mouse. Dus dat is dus voor de kindjes voor de nieuwe kamer. Dus ik ga het nu even allemaal inpakken. Hallo mensen. Hallo. Dankjewel. Alsjeblieft. Met alle bolletjes erbij, dat hoorde ze uit ze. Ja, met op. Ja. We wachten weer. God, trekt het ook in één ruk open. Dat is handig. Voor die kinderen is dat heel lastig. Maar nou ja, oké, dit was alles ingepakt. En Lente, dit vind jij ook leuk? Dansen. Ja. Geweldig. Ik ben klaar mee. Ik vond het niet. Mooi hoor. Leuk. Tot dit, schat. Je breed doen. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Oh ja. Jij mag een fles wijn al hebben. Oh, ik moet van de auto. Even een auto doen, hè? Oh, dat gooien ze aan verder niet met die kleur. Ja, is het oh, prima. Oké, okay, wordt hier bekogeld door een krulletje. Ja, nou, ik ben er. Het is heel veel dat het gedeeld wordt. Zo. Ja, leuk, dankjewel. Ja, leuk, ja. Maar weet je wat we nou net gaan doen? Vind, dus dan kan je iets voor je nieuwe kamer. Ik vind het. Ja, dat ga je zien. Als je het niet leuk vindt, moet ik het terugbrengen. Ik vind het jou leuk. Jij vindt het nu al leuk. Hou af en toe een beetje dezelfde trend. Ik vond het wel leuk. Oh, oh. Minnie Mouse. Daar kun je op zitten. Oh, dat is cool. Wauw. Ja, dat is cool. Dat is cool. Het is net als een vet. Ja, het is voor je kamer. Maar vind je dat leuk? Ja. Goed zo. Wat ga je dan zeggen? Top. Nou, Lente zit. Wat een nest. Zo leuk die Mickey en deze leuk. Ja, ik zal eens kijken. Als het kan zien, alles van de komt. Oh ja, kijk, hier staat Mickey op. Zie je dat? Hier is ja, Mickey Mouse. Ja, ik het huis nog even zien. Oh, dat heeft nog steeds niet. Leuk. Leuk. Oh, schattig. Ja. Dankjewel. Ja, oh, die zit er lief, ja. Ja, mag ik zitten? Ja, die is heel leuk. Heel leuk papier. Ja.
Nee, net een andere. Oh, echt? Ja. Oké. Nou, ik heb gevraagd of ik het vandaag welke had je gewild dan? Nou, het is eentje van hard plastic. Dit is karton. Oh, oké. Oké. Iets naar jou. Neem het mee en dan gaat die maandag terug. Ja, dus komt en dan laat ik het even zien. Ja. Yes. Ja, ik had wel iets frisser zelfs. Ja. Ja, octopus mol. Ja. Leuk, hè? Ja, leuk. Ja, zalf allemaal. Ja, zeker. Oh, schattig. Ja, het moet snoepjes zijn. Het is van Essence. Van zo'n collectie van de bubblegum. Leuk, dankjewel. Nou, het lijkt... Ik snap het ieder, maar het lijkt niet als snoep. Ja, die. Lijkt op twee. Ja. Crossfire, denk je. Het ruikt niet als zo'n tasje. Nee. Ah, deze komt goed. Ik heb een tasje bij me. Zal ik het erin doen? Ja. Oh mijn god. Je echt, hè? Het is een poes lunchbox. Je zit wel gelijk dat het dan een poes is. Ja. Ja, ja. Wat ja. Zag ja. Ja, ik vond het toch heel leuk. Ik dacht, ja, je had er al wel eentje gehad. Een trommel, maar ik kun je afwisselen. Als ik die meeneem naar het werk, dan gaan ze helemaal wachten op mij, denk ik. Of ze hebben hem ook voor je gekocht. Prachtig. Heel leuk, dankjewel. Ik zag hem aankomen, toch? Leuk, hè? Hadden jullie een kei-explosie? Met haar? Oh, ja. Kijk, wat is dit? Staat op camera, dood? Nee, ik zit er niet. Oh, kijk. Ik zit nog aan het kosten. Pak het weg. Pak het weg. Pak het weg. Dankjewel. We hebben nog een Zo, ik ben weer terug thuis na een superleuke middag. Het was best wel laat, maar het was echt super gezellig. Dus we hebben superleuk gehad. Ik heb ook lekker met Yara geknuffeld en veel met Lente gespeeld. Dus het was echt heel gezellig. Nu ben ik een beetje moe. We hebben lekker in de tuin gezeten. Maar ik kak dan een beetje in, want ik ben dat niet zo gewend. Maar goed, ik ga nu eventjes douchen en zorgen dat ik wat te eten krijg. En dan ga ik even Opa te Jaar kijken. Ik denk nog wel even Disney Dreamland Valley doen. Verder gewoon eventjes lekker op de bank. En wel gewoon mijn vlog editen. Maar verder niet heel veel bijzonders. En dan ga ik gewoon mijn Netflix serie kijken. En ik denk dat ik vanavond begin met Moeder Mafia. Want daar heb ik het tweede seizoen staat online. Dus daar heb ik op zich wel zin in. Dus nu even een korte afsluiting. Want ik ga even douchen. Eventjes de make-up en zo eraf halen. En ja, even al het zand van me af. Want ik heb het lente met zand gespeeld. Dat was heel leuk. Dus ik ga dat eventjes doen. Ik had nog wat dingetjes voor mijn moeder gekregen. Die laat ik dan morgen gewoon eventjes zien. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ik zou bij deze dan ook gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 23 juni. Ik was echt even zoeken naar welke dag het was. Want ik werd wakker en ik dacht de hele tijd, is het nou maandag? Nee, het is zondag. Dus ik dacht, oh lekker, dan heb ik nog gewoon eventjes een dagje. Gewoon ook een beetje die een beetje relaxed is. Omdat ik niet zo heel veel hoef. Ik wil nog wel even naar boven. Ik moet wel even groenten doen en de foto's. Maar dat zijn gewoon eigenlijk een beetje de standaard dingetjes. Want van de week wordt het echt onwijs warm. Ik heb de temperaturen gezien, jongens. En die liegen er niet om. Het is nu 24 graden. Dan wordt het morgen ook nog 24 graden. Dinsdag 27. Woensdag 28. Donderdag 29. En dan vrijdag nog 26. En dan vanaf volgend weekend wordt het weer wat minder warm. Maar dat is... allemaal een beetje net aan de warme kant, waar ik niet zo van hou. Maar goed, daar moeten we gewoon eventjes doorheen. Ik heb gisteravond heerlijk gedoucht. Toen heb ik eten besteld, want ik had geen zin meer om eten hetzelfde te maken. Dus ik had gewoon lekker patatjes besteld met de frikandel en de milkshake. Dus helemaal prima. Toen ben ik wat in jaar gaan kijken. Was wel leuk, 2005. Maar ik wist toch minder dan ik had verwacht. Ik denk, hier weet ik vast wel wat van. Maar dat viel een beetje tegen. Toen heb ik daarna nog even lekker Disney Dreamland Valley gedaan, wat leuk was. En ik heb nog een stukje van België gezien, want die moesten voetballen. Ik dacht, dat vind ik wel leuk, maar die hadden gewonnen. Volgens mij 2-0 was het geworden. Die gingen best wel goed. Die moesten volgens mij tegen Oekraïne, als ik het goed heb. Of Hongarije. Nou, weet ik niet eens meer precies waar ze tegen welke ploeg ze moesten, maar België had gewonnen.
En toen heb ik mijn vlog in elkaar gezet voor zover dat lukte. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en een Moedermafia. Ik heb twee afleveringen van gekeken, want die duren niet zo lang. En toen ben ik naar bed gegaan en ik heb nog heel even gelezen, maar het was gewoon echt heel kort, want ik merkte gewoon echt dat ik heel erg moe was. Ja, en dat is ook goed. Dan moet je daaraan aan toegeven, maar ik vind dat altijd een beetje lastig. Maar goed, dus nu eigenlijk een beetje een rustigere dag. Dus ook wel lekker. Ik heb jeuk in mijn oor. Oh, heel vervelend. Nou ja, ik zal zo in ieder geval nog even laten zien wat mijn moeder had meegenomen. Dat laat ik dan nog even zien. Dan ga ik even de groente afhalen en hier even stofzuigen en zo. Dan tuig ik nog even naar boven en dan laat ik straks gewoon de fotospullen zien. Dus verder wordt het ook niet heel spannend vandaag. Maar wel lekker. En ik geniet nu nog een beetje ervan dat het ook een beetje bewolkt is. En dat is wel lekker. Ik zal even de spulletjes erbij pakken en dan ga ik hier even wat doen. Zo, ik zit weer even zonder statief. Ik wilde eerst nog even deze laten zien. Deze had ik nog gekocht bij de Hema. Het is van een Jijntje. Je kunt hier ijsblokjes in maken, maar ook chocolaatjes. Toen dacht ik, ik vind het eigenlijk wel leuk om chocolade te gaan maken in Jijntje vorm. Dus ik denk dat ik dat van de week eventjes wil gaan proberen. Maar die had ik in ieder geval nog even bij de Hema gekocht. Het is heel leuk, dus mocht je misschien Jijntje ook leuk vinden, dan is dat een optie. Maar ik zal hem even in de keuken hier leggen, want er zit nu gewoon een lange haar voor mezelf op. Dan ga ik chocolade maken. De dingetjes van mijn moeder. Bij de Hema. Je had bij de Hema hele leuke pins. Die stonden in de folder. Dat zijn van die pins. Die kun je dus op een rugtas doen. Maar ook heel leuk. Op je spijkerjasje. Ik vond dat heel erg leuk. En ik was bij de Hema geweest donderdag. En ik zag ze niet. Dus ik had het gevraagd. Ja, die verkochten ze daar niet. Omdat het een relatief kleinere Hema was. Dus ik had dat tegen mijn moeder gezegd. Zei moeder, oh, dan ga ik nog wel eventjes bij mij kijken. Ja, die had ze dus wel. En ik pak even de andere erbij. Toen heb ik deze van mijn moeder gekregen. Deze pins. Dat zijn dus Sipi. En hier heb je dan Takkie. Echt super leuk. Takkie die draait een beetje. Echt super leuk. Ik dacht echt super leuk om een spijkerjackie. Dus die had ik van mijn moeder gehad. Maar ik vind Nijntje ook heel erg leuk. Misschien is het een beetje kinderachtig. Maar ik vind Nijntje ook wel wat hebben. Dus ik heb deze van Nijntje heb ik dan nog zelf gekocht. Dus je hebt Nijntje. En heb je hier Sniffy. Ook super leuk. Die ga ik leuk op mijn spijkerjasje doen. Mijn moeder die had hem ook gekocht van Takkie en Sipi. En die had het al gedaan. Stond echt super leuk. Dan had ik van een nieuwe pennen gekregen. Die had zij gekregen. En zij houdt niet van pennen. En ik vind het wel heel lekker macaroni pennen. Dus die had ze meegenomen. Ze had ook rostirondjes voor mij gehaald. Ik vind die van Albert Heijn super lekker. En daar komt een kat aan die ik nu even wegspreek. Want anders zit ze steeds aan die microfoon te likken. Is voor jullie heel vervelend. Maar voor mezelf ook. Want het is ook niet echt goed voor je camera. Dus die had ze even bij de Albert Heijn gehaald. Maar die heb ik natuurlijk alleen in de vriezer. Dan natuurlijk de fantastische sokken. Dat zijn die sokken van de Albert Heijn met de hamsters erop. Ik heb ze in maatje 36 tot 40. En hier kun je dus gewoon heel erg leuk in kijken. Kostte 3 euro. Wacht trouwens maar 30 graden zie ik nu. Maar ik vond ze echt super leuk. Dus die hebben we ook alle drie. Nathalie ook en mijn moeder ook. Nathalie had ook deze pins trouwens. En ja, die. En een juichhempie van de Plus. Ja, je moest 10 zegels hebben. Ik ging het niet redden. Toen zei mijn moeder, oh, maar ik heb ook zegels gekregen. Dus die zouden ze voor mij meenemen. Maar toen had ze zoveel zegels dat ze ze al had gehaald. En daar was ik ook wel blij mee. Want ik wilde gewoon eigenlijk gewoon die van Nederland hebben. Dus gewoon Nederland 12. En toen dacht ik van, ja, ik weet niet of ze dat hier wel hebben. Want volgens mij hebben ze dan ook met plaatsnaam. Maar ja, ik kom hier oorspronkelijk al niet vandaan. Dus ik had niet zoiets, ik wil die plaatsnaam erop hebben. Dan wil ik toch Nederland. En als bij mijn moeder alleen de plaatsnaam was geweest, had ik het niet zo erg gevonden, want daar ben ik geboren. Maar ik heb hem van heel lang, dus ik kan in stijl gaan juichen. Dinsdag, want dinsdag speelt Nederland weer. Dus dat wilde ik jullie even laten zien. Dus nu ga ik eventjes even lekker aan de gang. Laat ik straks even de fotospullen zien. Tijd om de fotospullen te laten zien. Ik heb hier als eerst een Generation Joy eyeshadow paletten. Dus die, dan heb ik hier ook de drie drie lipliners ervan. Hier komt een video van online, de twee mascara's en de blushlighter stick
En deze ook. Hier de drie lipsticks uit de collectie. En dan heb ik hier de Magic Skin Perfector. Dan heb ik hier drie maskertjes. Leek me wel lekker. De kleine maskertjes. Die ga ik even proberen in Camille. Chamomile en Charcoal. En de twee lippenbalsems van de Nikki collectie. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Zo. Ik ben klaar. Ik ga nu zo eventjes lekker relaxen. Alles is wel gelukt. Ik heb boven wel wat gedaan. Maar ja, omdat het best wel warm is, lukt niet om heel veel te doen. Maar wat gelukt is, is weer gelukt. Dus nu ga ik zo gewoon even lekker wat drinken en relaxen. Dan vind ik wel eventjes lekker. De zon is af en toe weg. Het is wel fijn, want anders is het wel echt heel warm. Maar goed, het is in ieder geval allemaal gelukt. Alleen de foto's nog importeren. En ja, dat doe ik straks gewoon even op mijn gemakje. Dan ga ik straks in ieder geval eventjes lekker douchen en eten. Vanavond ga ik dus eventjes de jachtseizoen terugkijken van donderdag. Want Code voor Koppers is een herhaling die ik al ken. Dan ga ik nog eventjes lekker verder met Disney Dreamlight Valley. Want ik heb een opdracht en daar moet ik even mee verder. En dan ga ik daarna mijn foto's bewerken. En lekker mijn Netflix serie kijken en daarna weer Zie je Zij. En dan vanavond gewoon weer lekker mijn boek lezen. Ik denk dat ik nu wel iets verder kan lezen. Dus dat wordt verder mijn avond. Ik ga nu in ieder geval gewoon eventjes lekker in de relax-modus. Want ik hak gewoon een beetje in met dat weer. Maar het komt helemaal goed. Dus ik zou bij deze in ieder geval dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 24 juni. Ik ben klaargemaakt en het valt nu nog wel iets mee met de warmte, maar de aankomende dagen wordt het wel heel heftig. Dus dan denk ik ook wel dat ik de boel dicht zal houden, want dat is gewoon niet te doen dan. Ik heb een bericht gekregen van het ziekenhuis. Ik kreeg dus een mailtje. Ik had gedacht dat ik gebeld zou worden om een afspraak in te plannen, maar ik kreeg dus een mailtje. Ja, en de dag dat ze hebben ingepland is op een maandag om 10:00 ochtends. En ja, ik weet dus niet of dat gaat lukken, want ik weet niet of mijn coach dan mee kan. Dus ik heb haar een appje gestuurd. Ik had het ziekenhuis wel gebeld om te kijken of het verplaatst kon worden. Is niet mogelijk, alles zit vol. Dus ja, ik moet maar even afwachten. Dan moet ik maar even zien wat daaruit komt. Ja, als het zij echt niet kan, dan zal het toch verplaatst moeten worden. Dan zal het later worden. Maar ja, ik weet het niet. Dat is gewoon echt heel super onhandig als je zelf de deur niet uit kan. Zelf geen vervoer hebt. Want dan ben je altijd afhankelijk van anderen. En in dit soort situaties is dat gewoon echt super onhandig. Nou weet ik ook niet of je na zo'n behandeling het moet willen om zelf weer terug naar huis te gaan. Maar goed, ik moet het gewoon eventjes afwachten. Ik heb gisteravond eventjes jachtseizoen teruggekeken. Nou heb je aankomende donderdag heb je een aflevering. Is vluchtseizoen, dan gaan ze zelf op de vlucht. En dan worden ze achterna gezeten door de broertjes Coronel en Rob Campus. Die gaat het coördineren, dus dat kan ook nog wel leuk worden. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik heb dit gedaan. Ik heb als basiskleurtje deze erop gedaan. Dat is ook zo'n limited editie geweest. Dit is dus 71 Kinda Lilac You. Volgens mij zat hij in het standaard assortiment. En daaroverheen heb ik dan deze. Die wordt daar dus bij over aangebracht. Zo. Hij heeft er weinig zin in het scherpstellen. En dit is de C02 London Calling. Dat zijn van die truffel lakjes. Ik heb even lekker Disney Dreamlight Valley gedaan. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Dus dat was allemaal top. Toen ben ik lekker mijn serie gaan kijken op Netflix. Super spannend. Nog maar 2 afleveringen. Maar het is echt zo spannend. En daarna nog even Zie je Zij. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik even lekker mijn boek gelezen. Ik denk dat die vanavond uitkomt. En toen ben ik lekker gaan slapen. Ik ga hier nu eventjes aan de gang. Er moet een was opgevouwen worden. Er moet een was aangezet worden. De douche moet gedaan worden. De gang moet gedaan worden. Dus ik ben wel eventjes lekker druk. Dus dat ga ik nu even doen. Met even lekker muziek aan. En dan ga ik eventjes aan de gang. En dan neem ik jullie gewoon weer gezellig mee vandaag. Thank you.
Zo, ik ben klaar. Mijn haar is helemaal uitgezakt van het gewoon bezig zijn. Alles is weer schoon. De kattenbakken, ik heb dat nieuwe spul erin zetten. Dus ik ben benieuwd of ze daar nu op gaan reageren. Maar ze gingen er al op. De douche is schoon, de wc is schoon. Nou, alles is softgezogen. Gedweld lekker. En nu een beetje, ja, even koelen bij de ventilator. Want het is echt wel heel erg warm als je dan bezig bent. Spinazie staat in het water, die moet gewassen worden. Normaal doe ik dat in een gootsteen, maar dat durf ik niet meer omdat het niet goed wegloopt. Ik heb mijn was opgevouwen. De was die draait, er draait nu nog één was, dus daar moet ik op wachten tot die klaar is. En dan kan ik die nog even weer ophangen, want ik ga met deze dagen de droger niet gebruiken, want dan wordt het nog warmer in huis. Dus dat is het ook wel weer. Ik ga nu zo eventjes lekker relaxen. En strakjes lekker douchen en eten. En dan vanavond kijk ik. Ik weet er alles van. Dan ga ik een Meester Visser terugkijken. Nog even een spelletje doen. Dan ga ik een video van morgen in elkaar zetten. Mijn blogpost schrijven. Lekker mijn Netflix serie kijken. En dan lekker nog even CSI. En dan lekker naar bed. En de hoop mijn boek uit te lezen. Dus dat ga ik nu even doen. Dus verder niet heel veel spannends meer. Maar ik ben nu ook wel een beetje gaan. Dat word ik heel snel van dit weer. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 25 juni. Ik ben klaargemaakt. Althans alleen nog wat op mijn lippen. En eventjes mijn fixing spray. Maar dan ben ik verder klaar. Ik ga straks naar mijn oma toe. Daar ga ik even op visite. Ik had gisteren eventjes gebeld dat ik zou komen. Dus dan weten ze er in ieder geval van. Dan gaan we daarna eventjes naar de die grenzen. Dus daar ga ik jullie dan eventjes bij meenemen. Dus ja, dat is eigenlijk de planning voor vandaag. Het is echt bloedheet. Het is nu, het is denk ik nu nog niet op zijn top. Het is nu 26 graden. En hij stijgt naar de 28 als het goed is. Dus dat was wel echt behoorlijk warm. Ja, ik ben hier niet voor gemaakt. Ik heb alweer hoofdpijn. Ik had gisteren uit van de middag kreeg ik hoofdpijn. Toen heb ik een aspirine genomen gisteravond. Toen ging ik naar bed. Toen had ik weer hoofdpijn. En toen had ik geen zin meer om mijn bed uit te gaan. Dus ik ben met hoofdpijn geslapen. Ja, dan weet ik al de volgende dag heb ik nog steeds hoofdpijn. Dus het was misschien beter geweest om eruit te gaan. Maar ik had echt geen zin. Dus dat had ik niet gedaan. Dus nu heb ik net maar weer een aspirine genomen. Zo, Tsaiga, je hebt echt scherpe nagels, meis. Ja, voor de katten is het nou ook even wat saaier, want die vinden het heerlijk om in de zon te liggen. Maar dat ga ik nu dus absoluut niet doen. Ze kunnen wel langs het rolgordijn heen, maar ik laat de boel nu eventjes lekker dicht. Want anders weet ik gewoon dat het nog meer sauna wordt. En het is nu al behoorlijk warm. Ik heb gisteravond gekeken naar, ik weet er alles van, en een meester Frank Visser, die heb ik teruggekeken. Ja, ik had erg ook wel een beetje medelijden met die oudere mensen daarin. Ergens hoopte ik toch dat hun het zouden winnen. Maar nee, het gebeurde helaas niet. Maar ik had er gewoon een beetje medelijden mee. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken die echt weer super spannend eindigde. Vanavond de allerlaatste aflevering, dus ik ben benieuwd. En daarna zie je zij. Toen ben ik naar bed gegaan en mijn boek uitgelezen. En toen ben ik ook eigenlijk wel ja, lekker gaan slapen. Ik ben nu ook echt wakker van de wekker. Normaal gesproken word ik nog wel eens eerder wakker, maar vandaag niet. Ik had het nodig, ik was moe. Dus dat, ik ga eventjes verder de spulletjes klaarmaken en hier nog even de stofzuiger er doorheen trekken, want ik heb nog even voordat mijn coach er is. Zij gaat toch nog eventjes naar het ziekenhuis bellen om te kijken of er echt geen andere mogelijkheid is. Want zij, het is om 10 uur 's ochtends en dat kwam voor haar ook niet al te best uit, omdat ze niet heel dichtbij woont. Dus ja, en dan als dat niet lukt, dan moeten we maar het nemen zoals het komt. Maar dat zei ze gisteren, zal ik nog een poging wagen. Dus ik zeg, nou prima. Ik zei ook al, ik vond de mevrouw aan de telefoon ook niet al te vriendelijk. En dan klap ik een beetje dicht als iemand, ja, een beetje, ja, gewoon niet, ja, wat harder is, dan klap ik een beetje dicht, zeg maar. Maar goed, dat ga ik wel eventjes horen. Ik ga jullie strakjes meenemen, dus ik ga nu eventjes de laatste dingetjes doen en dan straks de deur uit. De sauna in. Nog even gouden outfit. Ik heb dat nieuwe jurkje aan van de Lidl. Ik heb wel een legging aan, want ik vond het niet zo fijn om in blote benen de deur uit te gaan. En weer die nieuwe loafers. Dus ja, ik vind het wel weer een prima outfit zo. Ik heb geen koekje gekregen, maar we hebben wel lekker drinken. En al mijn plekken cake, hè?
naar chocomel. Inmiddels alweer geruime tijd thuis. Ik heb al gedoucht. Ik ben lekker in mijn pyjamaatje. Ik heb net Nederland al gekeken. Ik heb mijn eten al op. Nederland heeft verloren, helaas. Dat was een beetje jammer, maar het zat er ook wel in. Het leek gelijk op te gaan, maar nee, het ging niet helemaal goed. Toen werd er nog een goal afgekeurd. Dus dat was jammer. Maar goed, we hebben verloren, maar we waren toch al door. Ik laat even nog de boodschappen zien. Ik heb even bakpapier gekocht. Dat heb ik nodig voor het maken van die wakstempels, zeg maar. Dan heb ik hier boontjes. Dan heb ik hier van die ballen voor in de droger, maar deze zijn zacht. Ik heb nu van die harde, maar die gaan best wel snel kapot. En deze zijn van wool dryer balls. Dus die. Mijn toetjes. Spekjes, chocomel, champignons, van die nougatine nootjes. Die zijn ook lekker voor over ijs heen, maar die wil ik gaan gebruiken bij mijn ijskoffie. Een broccoli. Dan hebben we hier patat. Voor verband gehakt, aardappeltjes, chocolade om chocolade te gaan maken. Hier heb ik nog een keertje borrelnootjes, speklapjes. Er is ook nieuws gekomen vanuit het ziekenhuis. Mijn coach had nog gebeld om te kijken of de afspraak verzet kon worden. Zij kreeg te horen dat de arts waar ik geweest ben het überhaupt niet eens was met de afspraak die gemaakt is. Want hij zegt dat duurt veel te lang. Dus hij wil het vervroegen. Dus ik krijg er nog bericht over wanneer die vervroegd wordt. Dus ik weet nog niet wanneer. Ik ga nu even opruimen. Ik moet de keuken nog opruimen. En zo meteen begint. Ik weet er alles van. Dus dat ga ik zo eventjes kijken. Ik ga bij deze dan ook de vlog zo meteen afsluiten. Want ik ga zo meteen even een spelletje kijken. Zorgen dat de keuken aan kant komt. En dan ga ik vanavond gewoon lekker even wat terugkijken. Denk even Steenrijkstraat Arm. Nog even een spelletje doen. En daarna ga ik gewoon ook mijn vlog verder afmaken met editen. En mijn foto's bewerken. Dan ga ik lekker de laatste aflevering kijken van mijn Netflix-serie. Nog even zien wie zij. En dan mag ik een nieuw boek starten. Bij mijn oma was het trouwens ook super gezellig. Echt heel gezellig. Was de sfeer daar was ook heel leuk. Omdat iedereen bezig was met oranje en zo. Dat vond ik echt heel gezellig. Dus dat was allemaal heel erg leuk. Dus ja, weer een hele fijne middag gehad. En wel weer heel dankbaar dat ik daar nu geweest ben. Goed, ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Drop het rondje met mijn gezicht en druk of op mijn kanaal. Zelfde staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je die melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. En voor nu wil ik in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!